Honderden Turken hebben zondagmiddag in het centrum van Rotterdam geprotesteerd tegen het geweld van de PKK in Turkije. Aanleiding is de aanslag van de Koerdische Arbeiderspartij vorige week, waarbij 21 militairen zijn omgekomen. Het geweld van de PKK maakt slachtoffers onder Koerden en Turkse jongens in het leger. En dat moet stoppen, vinden de demonstranten.